De lokale omroep van Katwijk bestaat bijna 30 jaar. In 1987 begonnen de eerste vlok-tv-uitzendingen. Goed om eens terug te gaan in de tijd. In de aankomende maanden ziet u de pareltjes van de lokale Katwijkse televisie. Welkom bij de 6e aflevering van Terug in de Tijd. We beginnen deze aflevering goed, want we gaan terug naar 1991. Weliswaar naar de opening van het Zandgat. Op vrijdag 1 november was het feest voor de wijkvereniging Noord-Noordoost. Voort, zegt het voort! Het wijkgebouw het Zandgat wordt heden om 4 uur geopend door burgemeester mevrouw Moet-Frans. Komt alle kijken! In aanwezigheid van vele genodigden en belangstellenden werd de burgemeester een sleutel aangereikt waarmee zij de officiële openingshandeling ging verrichten. Daarmee draaien. Je moet even naar heen kijken, broer. Dan is hij wel open. Na de opening kon men onder het genot van een kopje koffie met iets erbij een indruk krijgen van wat er met inzet van velen in korte tijd tot stand werd gebracht. Voor kleur, verlichting en meubilair adviezen werd belangeloos medewerking verleend door binnenhuisarchitect Anton van der Voort, wat resulteerde in een, wat burgemeester van Moet-Frans noemde, een droom.
eigen zandgat. Wat een verschrikkelijk uitzicht. Nog heel veel goede uren met elkaar. Soms hard studerend. Of soms discussierend. Soms gewoon gezelligheid. Net zoals ik het zelf doe. Gebruik het huis goed. Daar heeft u het voor gekregen. Veel geluk. In april 1991 kregen de medewerkers van de Vlok de schrik van hun leven toen er een brand was uitgebroken bij Paardenvliet aan de Tramstraat. Dit waren notabene de buren van de Vlok. Alle medewerkers werden bij elkaar geroepen om het Vlok TV-archief te redden. Kijk in de opnames uit 1991. Meneer, wat bent u precies aan het doen? Die schadepartij dan eruit rijden en die moet weer worden ingevroren. Beetje een vreemd gevoel zeker nou, hè? Kan je wel zeggen, ja. Pijn in je maag. Waarom pijn in je maag? Ik kan niet doorgaan natuurlijk met het hele bedrijf. Dat gaat niet natuurlijk. Dat begrijp je wel. Wanneer hoorde u het voor het eerst? Zondagnacht om 3:00. Thank you.
Hoe bent u gewekt vannacht? Heeft u de brand zelf gezien of bent u wakker gemaakt? De sirene ging omtrek half, hoe laat precies? We hadden 3:15. Hè? En ik denk, verrek, wat is er nu aan de hand? Dat ik toen de gordijn open zag, ik een fik bij PHP, zoals ze dat noemen. Dat ik niet. Want ik hoorde dat ze met de politieauto om de Zwanenburg heen gereden hebben, om u al wakker te maken. Maar ik kwam net weer, ik denk, ik ga weer een autootje knappen. Maar het werkt net, ik kwam net de deur binnen en toen ook de brand weer beneden, alle bewoners de flat verlaten. Dus we werden zacht dan keurig geweest naar beneden getransporteerd. En er stonden de verschillende mensen klaar om het op te vangen. En naar hier de sport ook klein dijk. Het bed moesten komen en de ramen dicht moesten doen en op moesten blijven. Geschrokken? Nou, eigenlijk geschrokken. Ja, we hebben al meer een brandje daarna. Dus dat is niet de eerste brand. U raakt er al gewend aan, die buurt? Want het was wel erg hoor. Het was erg. Toch wel een beetje angstig eigenlijk. Nou, mevrouw die heeft mij wakker gemaakt. En dat was 4:00 ongeveer. En toen konden we vanuit het raam zagen we al die drukte al met die brandweerwagens. Maar verder vind ik, is het allemaal nogal rustig verlopen. Geen paniek. Nou, Horus, nou, je kan niet denken, joh. Want je komt net uit je bed vandaan. Je denkt, dat je moet God het nog wel eens. Wat zou het zijn? Ja, nou jij hoorde dat de brand was niet natuurlijk, maar jij dat het zo erg was, dat had je niet in de gaten. Maar jij toen ben ik daar even goed kijken. En we zijn buiten geweest. Maar jij dan blijf je. Dan zei je, als het nou dichter komt, als het weer anders komt. Ja, dan had je te verwachten. Maar jij, het was een toestand hoor, ineens. Want jij moet allemaal, je bent allemaal oud. Je moet meteen weg. Beetje raar zeker om zomaar opeens ergens anders naartoe te gaan? Ja, het overbluf je. Want jij, wat moet je? En je weet niet wat of de brand wat of het is. Dan zit je opgesloten, zou je nog opgesloten hier zitten. Wat nam je allemaal mee? Nou, jij, wat moet je meenemen? Deur sluiten. Nou, ik schrok niet. Want kijk, ik heb mijn hoorapparaat. En dan stinkt de politie zo naast mijn bed. Met de man van de brandweer. Maar ik heb me wakker. Kijk, wat is er los? Ja, je moet eruit. Je moet eruit. U schrok helemaal niet met een politieagent in een brandweer? Los was dat, maar ze zeiden niet wat er was. Toen zei hij bedacht, ja, er is brand. Dus ik dacht, dat is hier een gebouw. Maar ik zag niks. Dus ik heb gewoon me goed aan het einde. Toen ben ik hier in de hal gaan kijken. Toen zag ik naar of het tijd te doen was. En ik moet dit zeggen, we werden hier een fantastisch ontvangen. Ja, hoor, eerder wie eerder toekomt. Ja, we zien koffie rondgaan en brood rondgaan, dus daar ontbreekt het niet aan. Nee, integendeel. Heel goed, prima, geweldig. Ja hoor, dat mogen we zeggen. Hè. We werden keurig gehuild en hier goed opgevangen met koffie en een broodje. En nou ja, ik vind dat wel... de dokter is hier aanwezig en de overheer loopt hier, dus wat voor je nog meer. Maar dat kost je wel een paar uurtjes nacht dus zo, hè? Ja, dat is wel lekker. Wij kunnen natuurlijk inhalen, hè? Onze baas wacht nooit op ons. De opvang is hier uitstekend, hè? Ik heb van de bewoners die hier heen geëvacueerd zijn niet anders dan lof gehoord. Ik vind dat de mensen zichzelf voorbeeldig gedragen, dat ze het heel rustig opnemen. Er heerst hier een uitstekende sfeer. Geen paniek geweest? Voor zover ik kan beoordelen, eigenlijk niet. Mensen hadden wat bibberig in de knieën toen ze het huis uit moesten. Dat is een moeilijke beslissing. Ik kan me voorstellen als je je oude vertrouwde plek moet verlaten. Ik denk dat, maar over het algemeen is het heel goed opgenomen. Het was 3:15, toen ging de telefoon en dan moeten wij een team oproepen. Maar ja, dat is natuurlijk erg moeilijk in de nacht. Want ik moest er 10 oproepen geloven en ik denk dat ik er 3 of 4. Toen ben ik in de auto gestapt. Ik kom zelf van Rijnsburg, dus ik moest... daar naartoe. Ja, en toen ging ik daar kijken. Ik denk, nou, dat was een felle opzet. Ja, dat moest ik eerst wachten tot er daar bij de commandowagen. En toen zei ze, nou, ga maar naar met dat Klein Duin.
Nou, toen stond ik hier samen met nog een mevrouw. En toen hebben we samen maar, ben we hier begonnen. Nou ja, dan ga je alles klaarmaken, de zaal klaarmaken. Totdat de eerste komen. Nou, en ik denk dan die vier uur hier waren. In het koelhuis staat de bovenverdieping in brand. Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering, voor de productie? Nou, dat de hele diepvries naar de bliksem is. Hè? Ja. Dus je bent wel flink gedupeerd? Ja, dat. Het is natuurlijk aan het eind van het seizoen. Maar ja, hoe moet je verder draaien? Zijn er nog mogelijkheden om bij collega's of zo opvang te vinden om voor uw bedrijf om verder te gaan in de eerste instantie? Ik heb geen idee. Ik zag dat ding hierboven ook branden en ik was al bang natuurlijk dat mijn twee cellen ook, zijn er twee diepvriescellen hier natuurlijk, ja. Dat die ook veel schade. Schade, ja, het is allemaal ontdooid, half ontdooid en water is allemaal opgedropen. Het is onder controle, heb ik gehoord. De brand is onder controle. Wanneer ben u opgeroepen eigenlijk, vanmorgen vroeg? Plus minus 4 uur. Mijn dochter kwam thuis aan een verjaardag. En toen hoorden ze ineens, toen zetten ze de fiets in de garage. En toen dacht ze dat er een gekke vent of zo, ze schrok me daar. En ze zetten de fiets in de garage. En... Gekke vent, hoe bedoelt u dat? Nou ja, je weet vooruit, het is tegenwoordig een rare tijd. Ja. Als hoorde een vreemd geluid. Ja, vreemd geluid. En toen dacht ze, wat is dat nou? En toen kwam ze naar boven toe. Toen ging ze naar bed. En toen ging ze een boek leggen lezen. En ze zegt, wat ruik ik hier toch? Wat ruik ik hier toch? Nou, en ze zegt... En ik keek naar buiten en dan rook. En toen ineens, pap, er is brand. Nou, ze zegt, nou... En toen zagen we ineens een hoop rook en een vlammen. Ja. Nou. Wat hoorde uw dochter precies nou voor een geluid? Ja, net of dat een ontploffing was. Twee keer. Nou ja, toen ben we eruit gegaan, aangekleed. En de buren gekeken of ze wakker waren. Wat zag u? Ja, brand. En toen kwam de buurman. Jezus, brand daar. Hij zei, nou ja, dan moet je bij je achternaam gaan kijken. Ja, dat was natuurlijk één vlammen zijn.
waren nou de specifieke problemen om deze brand te bestrijden? Dus in eerste instantie het niveauverschil tussen de Prins Hendrikade en de Tremstraat. Toch de grote oppervlakte. Je praat hier over een bedrijfscomplex van 5000 vierkante meter. Waarbij aan de Prins Hendrikade nog een gebouw staat met een aantal verdiepingen. Zodat alles bij elkaar wel tegen de 10.000 vierkante meter betreft. Ja. Enkele maanden geleden die enorme brand in Noordwijk bij Huis ter Duin. Wat voor invloed heeft die nog gehad op het werken van de brandweerlieden hier? Heeft geen directe invloed gehad. Je voorzichtiger misschien? Nou, ik dacht het niet. We zijn voor op onze taak voorbereid. En ik dacht niet dat de brandbestrijding in Huis ter Duin enige invloed heeft gehad op deze gang van zaken. Ja. Nu zijn er de laatste tijd heel veel branden rondom visverwerkende bedrijven. Beetje opvallend. Is opmerkelijk, maar het zegt op zich niets. Toevallig, geloof je erin? In 7 weken tijd drie branden op zo'n klein stukje? Geloof er niks van. Als het nou 1 brandje is, dan zeg ik, ja, dat kan, kortsluiting. Maar eerst aan de overkant van het bijkanaal van die Bietbent. Dan een paar weken daarna Leenhoek. En nou weer op 4 weken dat stuk. Geloof er niks van. Het is vanmiddag technisch onderzoek afgerond. En wij wachten zelf ook op verdere informatie. Dus. Ja, geen lucifers gevonden? Nou, ik zou het niet weten. Echt niet. De geruchten, ja. Je hoort zoveel geruchten. Wat voor woord hoort u allemaal? Ja, ik hoor u veel, ik wil zeggen. Maar, ik word gezegd, man, maar daarvan wezen. Maar ja. Laatste nieuws. Ja? Ja, ik weet het niet. Ik heb alleen de krant gelezen dat ze zoeken waren wat de oorzaak was. Ja. Ja. Zeggen ze het op 3 plaatsen wel eens uitgebroken, of is dat niet waar? Dat weet ik niet. Hè? Vier plaatsen. We gaan dan zien we daar bij dat dak van de schuur van Gielparel. Zien we net of het kabbelend water, maar het waren vlammetjes en tijd van de snusting, dat hele dak in brand, terwijl hier in de midden de brand was. Kijk. Wat bedoelt u? Dat vind ik vreemd, hè. En wij waren alweer terug, om 9:30. Toen ga ik daar kijken, begon daar de brand weer. En later op de natte zolder, dus ik wil zeggen, dat is allemaal, nou ja, wat moet je daar nou van denken? Kijk, als er nou hier een blijkertje is. Dag Piet. Als er weer een blijkertje is, dan kan het voortlopen. Dan papier tot daar naartoe, maar niet erin groente ook. Correct, de 630 is uitgerukt, over. Ja, u rukt uit naar de Zuidboulevard. Locatie bekend, over. Is bekend, over. Ja, het zou zijn bij de snackbar. Van hetzelfde, over. Oh, dat is naar de Zuidboulevard. Even wachten, anders kun je daar misschien nog wat opname maken. Ik weet niet wat er aan de hand is. We staan hier bij Van der Plas Parapluiet, opeens weer brand. Ja, ik hoor net in de brand in Katwijk weer uitdrukken voor een brandmelding aan de Zuidboulevard. De snackbar van hetzelfde zou iets aan de hand zijn. Laten we even wachten tot een nader bericht. Mogelijk kunnen we de zaak verplaatsen om daar opname te maken. Wethouder Van der Plas, we staan hier weer bij de zoveelste brand in Katwijk. Hè? De mensen zullen wel een beetje ongerust zijn. Wat is uw reactie hierop? Nou, ik deel die ongerustheid. Ik vind het aantal branden de laatste tijd ook vrij behoorlijk. En ik denk dat wij daar wat meer op moeten gaan letten en proberen er een beeld in te krijgen. Ja. Er zijn heel veel geruchten van mensen die zeggen, ja, hier en daar worden de branden aangestoken. Ja, niemand durft dat natuurlijk direct te zeggen, maar nu weer deze avond, dit voorval. Inderdaad, dit voorval dat lijkt duidelijk op aansteken, want in die souterrains waar alleen berghokken zijn met opslagmateriaal, daar ontstaat niet zomaar een brand. Dit duidt duidelijk op aansteken, alleen we hebben de bewijzen op dit moment nog niet. Zijn er misschien al verbindingen te leggen tussen deze brand en de brand bij de Prins Hendrikkanaal? Ik denk we dat niet zomaar klakkeloos moeten doen, omdat deze brand toch van een heel andere categorie is als de brand op het Prins Hendrikkanaal. Officier Baas Scheer, u bent hier namens de regionale brandweer Rijnland. U bent specialist op gevaarlijke stoffengebied, hè? Wij zorgen dat er in elke gemeente voldoende gemeten kan worden als er wat vrijkomt, dat klopt. Ja. Waarom bent u hier vanavond? Ik ben vanavond gekomen namens de regionaal commandant om op verzoek van de heer Kuipers, de commandant van de brandweer Katwijk, te kijken of er mogelijk bijstand nodig was. Ja. Het valt natuurlijk ook bij de regionale brandweer Rijnland op dat hier zoveel branden plaatsvinden.
Het is druk de laatste tijd. Het is vandaag de derde brand die hier plaatsvindt. En uiteraard, de brand van zondag is nog niet helemaal uit geheugen verdwenen natuurlijk. U was daar ook bij betrokken, die brand bij het Prins Hendrik Kanaal? Ik ben in een wat later stadium erbij betrokken geraakt. Met name doordat er klachten waren in de buurt van Wassenaar. Stankoverlast, mogelijk gevaarlijke stoffen. We hebben daar metingen verricht, omdat er het idee bestond dat er grote hoeveelheden plastic waren verbrand. En dat was gelukkig op zich zonder gevaar. Meneer Vink, u woont op nummer 548. Brand in uw flat. Ja, het was zeker brand. Hoe merkt u het? Nou, door een hoop gegil en geschreeuw. En toen ben ik eruit gegaan, maar ja, het was alles al zwart binnen. U lag lekker te slapen? Ja, ik lag al een beetje te slapen allemaal. Wat is dan uw eerste reactie? Het gebeurt in je eigen flat. Nou, de kinderen wakker gemaakt en gelijk naar het balkon gegaan. Ja, en toen wij overstapt naar de buren. Via het balkon? Via het balkon, ja, maar je komt de trap niet meer af. Met moest de zaak ontruimd worden. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, dat was een zenuwtoestand op dat moment. Want er kwam in ieder geval ervan af dat zoveel mogelijk apparatuur wat los zat, van dat niet vast zat aan de vloer, dat er zoveel mogelijk ontruimd moest worden. Eerst ging het archief, tv-archief naar buiten? Het eerste archief ging naar buiten, ja. Waarom? Ja, kijk, archief kan je nooit meer terughalen. En archief is natuurlijk van zoveel jaren terug. Dat is zeer belangrijk. Ook voor de tv-uitzendingen en ook voor de bewoners in Kantwijk. In 1992 mocht de omroep dan eindelijk verhuizen van de Tramstraat naar de Ruizenstraat. Kijkt u naar beelden uit begin 1992 over de opbouw van de Vlokstudio aan de Visserijkade. Heeft u het grotennieuws al gehoord? De Vlok gaat verhuizen naar het pand boven de Digros. Om u een impressie te geven, maakten we de volgende beelden. Meneer Schriek, algemeen directeur Digros, Vlok en Digros samen. Waarom? Nou, dat is denk ik duidelijk. Op de eerste plaats, Vlok had een woningprobleem. Wij hadden wat ruimte over. Zijn toch in vrij korte tijd, toen wij met onze bouwplannen bezig waren, eigenlijk overvallen door mevrouw Nachtegaal. En daarna het spel gaan spelen. En ik denk dat er een ideale combinatie is. Een goede ruimte. Waarin dag en nacht eigenlijk ruimte is om mensen bezig te laten zijn. Overdag wij met heel veel klanten. En s'avonds de klanten plezier met Vlok. Dus ik denk een ideale combinatie kan zijn samen. Ja, toch heeft het alles bij elkaar heel lang geduurd. Ja, dat denk ik ook wel. En waarom is het wat langer geduurd? Omdat er toch gesproken moest worden over een ruimteindeling. In eerste instantie praat je over een 500 vierkante meter. Maar ook onze mensen, onze sociale ruimtes hadden we boven nodig. Daarnaast kom je dan aan een investeringsplaatje. Want het zijn open zolders waar niets op staat. Moesten we toch een keurig studio inrichten. Al met al zijn de technische mensen van Digros en van de Vlok samen lang in onderhandeling geweest. Om een ideaal plaatje te maken. En ik denk dat dat nu klaar is. Dus, en we hebben duidelijk afgesproken, we gaan niet eerder naar buiten voordat we met een definitief plan kwamen. En daar zijn we nu gelukkig in geslaagd. Dus vandaar dat het wat langer geduurd heeft, als dat een hoop mensen het gewild zouden hebben. Ja. Meneer Stubbes, bestuurslid van de Vlok. Vlok boven Digros. Maar de Vlok zou eerst ergens anders komen.
Ja, we hebben eerst gekeken naar de locatie boven de huidige studio. Daar zijn berekeningen geweest. Daar is gekeken naar brandveiligheid. En toen bleek dat het toch de kosten niet of te groot zijn voor de baten. En de hoogte, dat was al bouwtechnisch niet in orde. Dus dat was zo bekeken. Dat was Tramstraat 120? Dat was Tramstraat 120. Ja. Nou, daarna hebben we elders gekeken. Ik ben verschillende gebouwen af geweest. Dan was meestal de huurprijs te hoog. Of het gebouw was niet geschikt. En dan de laatste optie voor die gros was dus de afslag. Het gebouw. Daar hadden we al plannen voor. Helemaal kan en klaar. Eigenlijk op tekening ingericht. En toen dan de beslissing moest komen in bestuurlijk vlak. Toen kwam dan mevrouw Nachterhal met het idee van Digos. Nou, ik ben de andere dag na die beruchte of beroemde vergadering ben ik hier wezen kijken. En ik vond dat het een ideale ruimte was. Het moest allemaal nog wel aangepast worden natuurlijk. Ik heb er toen een plannetje voor gemaakt. Dat is in de managementoverleg bekeken. Nou, en dat leek ons wat. En toen zijn de onderhandelingen met Digos gestart. U noemde het zelf al een beruchte vergadering. Mevrouw Nachtegaal van gemeentebelangen D66, die kwam opeens met het idee van Digos. Berucht. Is ze nu de reddende engel voor de vlok? Nou, dat weet ik niet of ze de reddende engel is. Het is in ieder geval een goede aanzet geweest. En ik denk dat als alles straks klaar is, zoals de gedachten gaan, dat de vlok er best wel wijs mee mag wezen. En of zij nou de reddende engel is, het heeft in ieder geval een goede aanzet gegeven. Voor mij nu aannemer Wink van bouwbedrijf Alkemaande. We staan hier op de zolder boven Digros. Wat zijn de specifieke kenmerken van die bouw straks? Nou, onder andere dus de vloeren. Moet natuurlijk wel wat gebeuren met de vloeren voor het geluid dus naar beneden toe. Die wordt helemaal geïsoleerd. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt van heel de verbouwing eigenlijk. Ja. Isolatie voor het geluid van buiten naar binnen, van binnen naar buiten ook? Nou, ik denk meer van boven naar beneden dat het belangrijker is voor de mensen beneden. Maar ook dus uiteraard dus ook van beneden naar boven natuurlijk. Ja. Wat houdt de klus precies in? Hoe gaat het er een beetje hieruit zien later? Nou, de wanden gaan we dus helemaal bekleden met gipsplaat, glad afwerken. De indeling wordt gemaakt met ook isolatieplaten eigenlijk. Dus er worden een aantal vertrekken gemaakt voor opnames en dergelijke. Nu zijn er twee gebouwen. De mensen thuis kunnen dat allemaal zien. En nu gaat er tussen het ene gebouw en het andere gebouw iets komen. Een soort loopbrug. Waarom? Ja, nou, er is dus een open stuk tussen de twee gebouwen. En daar zit dus een plat dak op. En daar kan je niet zo overheen lopen, want dan zou het kapot lopen. Er moet dus een vlonder gemaakt worden dat je van de ene kant naar de andere kant kan komen. Juist omdat dus in het andere gebouw de lift zit, waar de mensen dus naar boven, boven moeten komen met apparatuur en dergelijke. Ja. Hoe gaat die loopbrug er precies uitzien? Nou, het wordt in principe een vrij simpel ding in eerste instantie. In het begin is er gepraat over een overkapping helemaal eroverheen, maar dat was nogal vrij kostbaar. Dus dat is op de langere termijn misschien haalbaar, maar nu in eerste instantie nog niet. Vlok, voorzitter Jan van der Beek. Je kijkt blij. Vlok, boven Digros. Ja, hoe kan dat anders? We kunnen nu in dit pand. Daar hebben we jaren en jaren zijn we nu mee bezig geweest. Want we groeiden toch immers uit het pand van de Tramstraat. We moesten wat anders. We hebben intussen natuurlijk allerlei panden bekeken. Maar dit is het geworden. Hier, geweldig. Ja. Wat gaat het nou betekenen voor de vlok zelf? Nou, in de eerste plaats waren de vrijwilligers, die toch het werk moeten doen, een klein beetje gedemotiveerd vanwege toch de kleine ruimte. En nu krijgt iedereen alle ruimte die hij nodig heeft. Dus lekker werken. Dus ik denk ook dat de programma's daar voordeel van hebben laten. En de mensen onderling natuurlijk. 1991, 1992, als we nu kijken naar het afgelopen jaar vlok, 1991. Het is eigenlijk een voortborduur op 1990 geweest. We hebben iets meer radio gedaan dan het jaar daarvoor. Kabelkrant is 24 uur in de lucht gebleven. En we hebben ook niet meer zendtijd gegeven aan televisie. Dat kon ook niet, omdat we niet meer vrijwilligers hadden. Maar voornamelijk de ruimte die ons ontbrak. De laatste tijd wordt er ook veel gesproken over sponsoring van programma's. We hebben een soort ledenactie op tv gezien. Mensen, leden van de vlog, kunnen een bepaald bedrag storten. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is uitstekend gegaan. We hebben dat bedrag ook nodig gehad om hier naartoe te kunnen verhuizen. De gemeente heeft een bepaalde subsidie toegezegd. Maar dat is bij lange na niet voldoende
om dit hele pand, nou je ziet het is een geweldig groot pand, 450 vierkante meter, aan te kleden. Dus we hadden ook meer geld nodig en de leden hebben er gevraagd om wat mee te helpen daarbij. En wat ik nu zie, wat er binnenkomt, het is fantastisch. Veel leden hebben hier gehoor aan gegeven. Het is bijna boven verwachting. Straks de vlok boven Diegros. De toekomst van de vlok is nu verzekerd. Ja, ik denk dat de toekomst voor een jaartje of 10 verzekerd is. Dat wil zeggen, wij sluiten een contract af voor 10 jaar. En het valt allemaal binnen de grenzen van ook van de financiën, zodat wij dat ook kunnen financieren, gelukkig. Ja. Dan werken we straks in een prachtig gebouw. Want het prachtige gebouw moet gevuld worden met vrijwilligers en met apparatuur. Hoe zit het daarmee? Nou, vrijwilligers, ik heb al gezegd, het is ietsje minder geworden misschien in 1991. Niet in aantal, maar wel in motivatie. Ik weet zeker dat als men de ruimte krijgt, dat wordt opgekrikt. En dat, daar heb ik geen problemen mee. Wat betreft de apparatuur, ja, er is nog veel nodig. Kunnen wij onze uitzendingen voortzetten op het kwalitatieve niveau waarop wij zeg maar, de afgelopen jaren ook gewerkt hebben? Dan moet er veel gebeuren, want de apparatuur die wij al zeg maar, een jaartje of 4, 5 gebruiken, is aan vervanging toe. Dus er moet weer opnieuw geïnvesteerd worden. Maar ja, we hopen natuurlijk doordat en de leden een bijdrage geleverd hebben, maar ook straks de reclame, dat we daar wel een beetje uitkomen. Diegros, Vlok, commercieel, lokale omroep. Ja, een beetje glimlachen natuurlijk, want dat is wel mijn taak dan. Als directeur van Diegros ben je natuurlijk toch blij dat je de mogelijkheden die er gaan komen de komende jaren in huis hebt. Reclame maken voor een bedrijf, dat is natuurlijk toch hoog nodig. Ook al zijn wij in Katwijk natuurlijk heel bekend als Diegros, toch willen we graag de klant laten weten wat voor producten wij elke week brengen. En ik zie daar ideale samenwerkingsmogelijkheden in. Ja. En ik hoop ook zeker in de toekomst daar veel gebruik van te kunnen maken. Dat we druk bezig zijn met het inrichten van onze nieuwe studio. En op 2 mei aanstaande moet het allemaal gereed zijn, want dan vindt namelijk een open dag plaats. Voor alle bewoners van Katwijk en Valkenburg vinden diverse activiteiten plaats voor jong en oud. Niet alleen hier in de studio, maar ook in de Rahuzenstraat. We hopen natuurlijk dat u hier ook aanwezig zult zijn, want mede dankzij uw steun hebben we dit waar kunnen maken. Tot ziens! En we sluiten deze aflevering af met een stukje vlokambiance. Deze keer gaan we terug naar de Vinkenweg in Katwijk aan de Rijn. Herkent u de oude huizen nog? MUZIEK
komen bij een rijtje huizen en daar is eigenlijk iets bijzonders mee aan de hand. Dit rijtje huizen met het terrein wat erachter ligt. Wat gaat er nu precies met dit rijtje gebeuren? Ja, zoals ik al zei, er is hier zowel links als rechts een ruimte achter de wijk. Die willen ze gaan benutten. U weet dat Katwijk toch al problemen heeft met zijn ruimte voor nieuwbouw en dergelijke. Dus om dan toch ook juist uit financieel oogpunt wat meer ruimte te creëren, tot er zoals meer huizen gebouwd kunnen worden. Economisch ook wat meer voordeel daaruit kunnen trekken. Willen ze de tuin achter gebruiken, dat is van de gemeente Katwijk. Willen ze deze rij huizen dus iets naar achteren laten lopen. Ja. Die gaan dan als het ware naar de richting Commandeurslaan. Ja. Zodat er hier wat ruimte gecreëerd wordt ook voor die bewoningen voor oudere mensen. Want het is toch wel belangrijk dat oudere mensen hier ook een plek krijgen met een verzorgingscentrum erbij. U woont hier zelf ook? Ja. Zou u hier weg willen? Nee, het is een gezellige wijk. Het is het vaarlijk, het toonaangevende wijk van Katwijk aan de Rijn, vind ik. En het aankomen, het binnenkomen van Katwijk Zee. Zo naar het weggetje, het wijk naar het tunneltje, dat is bekend. Dat is gewoon bekend. En dat, het is gezellig. Mensen gaan nog met elkaar om. Dat vind ik belangrijk. Je hebt van die grote nieuwe wijken waar de mensen elkaar misschien niet kennen of zo. Maar hier zorgt oud voor jong en daar gaat een praatje, gesprek en dat willen we toch proberen te behouden. Ga je dat radicaal omzetten, dan verlies je die sociale zaken en dat is, vind ik wel jammer. Hoe zit je hier ten opzichte van de winkels? Ja, er zijn hier wat noemen die winkels waar je zo'n je dagelijkse boodschapje kan doen. Groenteboer, de slager. Er zijn mensen die zijn allemaal vrij mobiel, die gaan met de auto dus naar Katwijkzee. Want Katwijkzee is ook een mooie plaats waar de winkels allemaal prima in orde zijn. Maar voor de oudere mensen is er toch nog wel een winkel waar ze wat dagelijkse boodschappen kunnen doen. En dan komt juist weer het sociale punt. Dan nemen de jongere mensen een oudere iemand mee of zo. Of van buren, ga je mee, gaan we even wat boodschappen doen. Als het wat grotere boodschappen moeten zijn. Dus sociale contacten zijn hier gewoon heel erg goed? Ja, die vind ik hier wel heel erg goed. Ja. Nog echt dorps. En dat moeten we proberen te bewaken, te behouden. See the morning light. This is you, this is today. You try so hard to get it right. Can't help thinking somewhere you lost your way. When was the last time you saw his smile? There's a scream on every silent face you see. They're singing, set me free. Deze huizen gebouwd werden bij de filmdienst van Katwijkzee. En je weet hoe Katwijkzee is, dat moet een eigen dorp bij. Dus er werden ontzettend veel tranen gelaten dat de mensen terug wilden naar Katwijkzee. En hoe lang staan deze huizen nu? Even kijken, mijn dochter is 50, nou een jaar of 44. Dus eigenlijk van kort na de oorlog? Ja. Heeft het ook met de oorlog te maken dat hier veel mensen uit Katwijkzee na de oorlog hier zijn komen wonen? Ja, geen tegenhuis natuurlijk. En deze grond hebben ze toen van de bron gekocht. Het zijn eigenlijk geloof ik Zweedse woningen, Zweden geschonken hebben. Maar de bedoeling was in de tijd tijdelijk, maar ze staan dus al zo'n 44 jaar. Er werden ook voor 10 of 12 jaar gebouwd. Hoe lang woont u zelf nu? Van nieuw van. Dus 44 jaar? Ja. En u woont hier naar uw zin? Prima. Ik heb nog weinig afgewezen. Er gaat wel wat gebeuren, hè? Jammer nog wel. Dus u moet tijdelijk weg, maar u mag weer terug.
ga terug. Ga terug. Prachtig buurtje. Hè? Leuke buren. Je hoort hier nooit wat. Geen criminaliteit, niks. We zijn van Vlok Televisie. Mag ik u wat vragen? Hoe lang woont u hier? Van de zomer 6 jaar hoort het. Nu woont hier naar uw zin? Ja, ik vind hier wel leuk wonen. Wat vindt u van alle ontwikkelingen die gaan gebeuren? Nou ja, dat is even een beetje moeilijk. Ik wil als hier nieuwbouw komt weer graag terugkomen natuurlijk. Maar ja, hoe het allemaal wordt, dat weten we nog niet. Wat allemaal, want ze willen ook voor bejaarden willen ze woningen dus bouwen. Dus en een beetje grotere woningen en weer ietsje kleiner. Dus, ja, verschillende soorten. Ja. Stel dat u hier nou tijdelijk weg zou moeten. U heeft hier kippen en vogels. Ja. Kunt u die dan allemaal meenemen, denkt u? Nou, dat hoop ik. Ik hoop wel dat we daar, dat we die tijdelijk ergens onder kunnen brengen eventueel. Want ja, als we in een flat moeten, dan kan je ze niet bergen. Nee. Dus ja, dat moeten we dan een oplossing voor zien te vinden. Met hoeveel mensen woont u nou in dit huis? Met z'n vieren. 2 kinderen en ik en mijn man. En dat is wel te doen? Ja hoor. Ja. Wij hebben er genoeg aan. Hoe staat het met de kwaliteit van de woning zelf? Nu? Ja. Nou ja, vochtplekken en... Momenteel gaat het wel, maar ja, je kan toch zien dat die huizen best wel aan vervanging toe zijn. De Laan, de Baron van Wassenaarlaan, heeft u nou een idee waar die naam vandaan komt? Jawel, de Baron van Wassenaar, ja, van Katwijk. En die man die had deze grond, hè? Die was deze grond, ja. Die heeft nog veel meer grond hier. De zanderij is ook grotendeels van hem. En de scholen, we hebben hier een school gestaan in de Commandeurslaan. Daar heb ik nog op gezeten vroeger. De oude school was dat. En de Narcisstraat, hè, dat is ook van Otto Baron van Katwijk. U bent met uw ouders hier in 1949 komen wonen. Had dat iets met de oorlog ook te maken, met de evacuatie? Nou, dat had ermee te maken, geloof ik, dat na de oorlog ineens heel snel woningen de grond uitgestampt zijn. Omdat er een hoop gebombardeerd was, naar mijn informatie. En toen zijn er een hele hoop mensen uit Katwijk vandaan, die moesten hier naartoe. Omdat hier huizen stonden natuurlijk. Vandaar ook het woord Tranendal, want een hoop mensen wilden niet weg uit Katwijk. Gold dat ook voor uw ouders? Nee hoor. Nee, want mijn vader was hier net, die zag je net. Nou, die wil voor geen prijs meer terug naar Katwijk. Die zegt, ik vind hier gewoon heerlijk wonen. Ja, nu, maar toen. Ik kan me dat best wel voorstellen. Ik heb er nooit over gehoord dat hij daar enige pijn van gehad heeft, nee. Maar heb je er altijd gezellig gewoond, altijd graag gewoond. Hoe heet jij? Isabella. En hoe heet je poes? Mickey. Hebben jullie poes al heel lang? Ja. En van wie is die poes? Is die van jou of van iemand anders? Van... Wow. Waar ga jij altijd buiten spelen? Voor. En waar speel je dan mee? Met mijn kinderwagen. En hey, speel je dan met vriendinnetjes? Ja. En hoe heet je vriendinnetjes? Ares. En nog maar Jeroen. En tot zover deze aflevering van Terug in de Tijd. Heeft u een verzoekje of wilt u beelden terugzien? Stuur dan een mailtje naar redactie@rtvkatwijk.nl. Graag tot de volgende week.